Mevrouw Buikjes en ik waren laatst bij de dierentuin genaamd Burgers Zoo. Hier zie je twee van die rare vogels lopen. Ze waggelden en waggelden de hele dag lang. Ik vond het wel een beetje raar, want waarom zou je niet gewoon gaan vliegen? Je bent toch een vogel? Maar ja, hier zie je onze foto maken en hier zie je een schildpad. Dat schildpadje heette Steven het schildpad. Nou, wat een leuke naam. Hij wou nog wat fruit, maar kan niet. Hier zie je mevrouw Buikjes een waterval showen en ik. Ja, ik vind het maar een eng dingetje hoor. Ja, graag. Toen kwamen we bij de mooie visjes aan. Je had gele visjes met van die gekke bruine streepjes. En dat deden ze heel mooi. Hier zie je eentje rustig zitten. En om het koraal in het grote aquarium zie je ook blauwe visjes. Ach, ik vond de blauwe wel het mooiste. Ze hadden ook een vriend genaamd Poepje. Dit is Poepje en hij ziet eruit als een poepje. Rare vogel. Ik bedoel, dat is, ja, spreekwoorden, hè. Hier zie je mijn ondersteboven zwemmen. Een grapje, een geintje, een lolletje. Ach, kijk hier naar wat mooi. Ach, ik was helemaal verliefd. Hier doe ik even een visje na. Bloep, bloep. En hier maakte mevrouw Buikje een foto. Toen kwamen we bij de haaien. Hoe de enge haaien. Gelukkig zaten ze achter het glas. Anders was ik al lang weg geweest daar. Ik vond het heel eng. Maar het mooie effect van de lucht en de zon in het water samen maken een prachtige beelden. Kijk nou toch. Och. Dat heb ik toch weer goed gefilmd hoor. Ja. Hier zie je een hele grote. Heel groot is die. Ach, kijk daar nou in de verte. En ik denk net of we in de ruimte zijn. Hier maak ik nog even een soort selfie video vlog achtig iets. Nou, kijk nou hoe leuk ik ben. Ja. Je moet toch wat. En toen kwam er een verrassing. Want toen kwam er een pijlstaartrol over mij heen. Die ging gewoon over mij heen zwemmen. Dat kon, want we zaten in een soort van tunnel. Een tunnel onder het water. Ja, dat is heel leuk hoor. Het was echt een magisch moment. Toen kwamen we bij de leeuwinnen en bij de leeuwen aan. Ze hadden net eten gekregen. Kijk, je had neergelegd en gaan ze meteen zoeken. Hè? Meteen, oh, is daar een vleesje? Of is daar een vleesje? En ze zijn heel slim hoor. Ze hadden het zo gevonden. Die verzorgers moeten dat echt beter verstoppen. Want dit is veel en veel te makkelijk hoor. Je had zelf van die kleintjes. Och, en leken net poesjes. Die ik mee wou nemen naar huis. Maar dat mocht niet. Dat was te gevaarlijk, zeiden ze. Ach ja, dat heb je wel een zie. En kijk die grote met het grote stuk vlees. Hij had het net volgens mij gekocht hoor. Ja, bij de begrip. Snap je, Bikje? Ja. Och, kijk daar nou. Och, ja. Daar zie je nog eentje achter de boompjes verstopt. Hij was lekker aan het knabberen. Hier komen we bij van die neushoorns aan. En die waren met z'n vijf of zes, ik kan dat niet goed tellen. Kijk hoor, 1, dat was 2, 3, 4, 5, 6 volgens mij, ja 6. Daar had je nog een lang nek, ook wel een giraf genoemd. Je hebt ook van die vlekjes, ik snap niet waarom. Waarschijnlijk om zichzelf te verstoppen in de bossen, zodat ze niet worden aangevallen door die leeuwenman van net. Ach ja, het was een mooi dag. Het was lekker warm hoor. Hier zie je zelfs een van die giraffen even lekker smikkelen van zijn eten. Omringd door zebrapaarden. Ja, die zie je ook wel eens op de straat liggen, dan moet je overheen lopen. Ja, eentje zei nog van nou, ik ga een dansje doen. Hop. Ja, ik vond het een beetje gênant dat ik naar zijn kont moest kijken, maar oké.
Toen gingen we even eten en zagen twee van die schattige kleine vogeltjes. En die wouden natuurlijk alle kruimeltjes hebben. Nou. Hier zitten we binnen. En als je goed kijkt in de verte zie je daar een vogeltje zitten. Die had zich heel goed verstopt. Ik had hem bijna niet gezien. Maar, hey, gevonden. Piet, vogel, jij bent al. Hier zie je wat botten liggen van een dinosaurus. Een Tyrannosaurus Rex om precies te zijn. Ja, dat weet ik nog van vroeger van de Jurassic Park film. Ach. Het was toch mysterieus. Hier nog wat oude olielampen, dat vind ik mooi. En thematisering. Ach, daar kan ik de hele dag naar kijken. Die stenen, die plantjes, die geloofjes. Ach. Daar zie je een vogel stil hangen. En daar gaan we mevrouw de Bok. Die zat te zonnen. Toen komen we bij de wolven aan. Ja, ik dacht eerst dat het gewoon honden waren in die kooi. Maar toen zei iemand, nee, het zijn geen honden, het zijn wolven. Die zijn wat gevaarlijker en die doen van... Als er volle maan is en dan... Oei, moet je uitkijken, zeggen ze. Nou ja, ik bleef op veilige afstand toch. En dan gingen we naar twee peren. En die konden ook broodjes smeren, maar dat waren ze dit keer niet aan het doen. Nee, ze waren geen broodjes in smeren, nee. Ze waren hout aan het eten. Ja, ik weet niet wat er lekker aan is hoor, maar... Hey, volgens mij hadden vandaag alle dieren wel een beetje honger. Nou, maar mijn tweede beer. Die zei nog van, moeten we echt geen broodjes smeren? Nee, zei de eerste beer, dat hoeft vandaag. Hier komen we bij de... Wat zijn dit voor die hier ook weer? Och, hoe heet die weer? De kankerpoes, ja, dat was ook leuk. En nu weet je dat je een gevaarlijk gebied bent, want dan zit je bij de tijgers. Die zijn net wat anders als die leeuwen en die wilden, want deze hebben van die zwarte strijpen. En daarmee kan je ze herkennen. En een luipaard ziet er hetzelfde uit als die van die stipjes. Dat is toch een beetje het verschil. Toen kwam bij Oli, de olifant, en ik weet niet wat hij aan het doen was. Hij was zichzelf de vies aan het maken. En doet hij dat expres, dacht ik. Ik dacht, nou, wat is hij toch aan het aanpakken? Kijk naar dit kampel. Dat kan me. Oli de olifant, dat kan je niet maken. Dat mag je niet. Dat doet hij gewoon weer, hè. Hij bleef het maar doen, dat was niet normaal. En daarna ging hij eten ook nog. Ja. Zoals ik zei, iedereen had honger. Ik had ook honger, maar ik eet geen gras of hooi hoor. Nee, dat vind ik niet zo lekker. Dat is toch meer voor de dieren, hè? Hij lachte me wel nog even uit van hahaha, heb ik jou toch mooi te pakken. Ik weet niet waarmee. Waarschijnlijk had hij een mopje verteld in zijn eigen hoofd. Ja, dat weet ik toch niet. En toen kwamen we bij de pinguïns. Die had je op het einde. En je had er zoveel. Eentje was aan het krabbelen. En de ander was ook aan het... Eigenlijk waren ze allemaal aan het krabbelen. Ach, het waren mooie beesten hoor. Nou, dit was de video. Bedankt voor het kijken. Dan duimpje achter. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even op dit kanaal. Laat me weten wat je vindt van dit soort video's. En deel deze video met al je vrienden. Doe het belletje aan. Dat kan alleen als je al geabonneerd bent. Dus moet je eerst abonneren en dan het belletje aandoen. En dat is het eigenlijk wel. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja.